En op een gegeven moment begon het een beetje donker te worden. Dus toen dachten we, nou, dan gaan we terug naar de parkeerplaats. En toen waren we, ik denk nog een kwartier of zo van de parkeerplaats af. We hoorden wat geritsel. Dus ik dacht eerst nog dat het een zwijntje was of zo. Want we hadden ook al een hert gezien ergens in de verte. Dus ik dacht eerst dat er gewoon een dier, zeg maar een wild dier uit de bosjes kwam. Maar het was een hond. Dit is Verborgen Verhalen, een podcast van de ANWB. In deze podcast gaan we op zoek naar mysteries in Nederland. Raadselachtige natuurverschijnselen, lokale legendes en oude mythes. Verhalen uit alle uithoeken van ons land die vaak al eeuwen van mond tot mond gaan. Want zijn het fantasierijke sprookjes? Of is er werkelijk iets vreemds aan de hand met deze plekken? Mijn naam is Pascal van Hulst en ik zoek het voor je uit. Spookdieren komen al eeuwen voor in volksverhalen en zagen. Over heel de wereld wordt er verteld over spookkatten, spookpaarden en spookgeiten. En ook in Nederland kennen we voorbeelden van spookveulens, paarden, biggen en zo meer. Ze duiken in allerlei verhalen op en zijn bijna altijd brengers van naderend onheil. Ik ga op zoek naar een spookdier waarvan wordt gezegd dat hij nog leeft. De hellehond. Dit beest duikt op in de Griekse mythologie als Cerberus, de hond met de drie koppen. In de Germaanse mythologie als de hond van Wodan. In de Noorse mythologie als bewaker van de onderwereld. En zelfs bij de Azteken staat de hond symbool voor de hel. Dit zijn echter verhalen van lang, lang, lang geleden. Maar tegenwoordig wordt er gezegd dat het beest nog rondzwerft in het oosten en noorden van ons land. Ondanks zijn schimmige naam echter is het niet zo dat het beest zelf kwaad doet. Uit de overleveringen blijkt dat het dier een boodschapper is van naderend onheil. De plek waar de meeste hellehondverhalen vandaan komen is de Tankeberg in het oosten van Twente. Dit licht glooiende gebied tussen Oldenzaal en de Dinkel is de thuishaven van de hellehond van de Lutte. En midden in het dorp van de Lutte is zelfs een standbeeld te bewonderen van de hond. Voor ik als hellentemmer een duister woud induik, is het tijd om meer over de hellehond te leren in de Lutte zelf. Ik heb hier afgesproken met Jos Sengers. En hij kent het verhaal van de hellehond van binnen en van buiten. En weet hoe deze eruit ziet, kent de geschiedenis en weet zelfs waar ik moet zoeken. Ik heb met hem afgesproken in het dorpsarchief. Maar voor ik daar aankom, stop ik even bij het beeld. Ik ben momenteel in een grauw en regenachtig de Lutte. Helemaal in het oosten van Twente. Ik kom hier pal voor de kerk langs het standbeeld van de hellehond. De Kardoes, daar staat hij hoor. Wat voor hond is dit? Hij heeft een spitse neus, recht omhoog staande oren. Hij is helemaal zwart in het brons, zwart brons. Hij staat op een sokkel en hij kijkt fier vooruit. En nu is het tijd om weer gauw de auto in te gaan. Want het regent pijpenstelen. Ik heb het idee dat die hond zelf niet zou zitten wachten op mijn komst. Hoewel het wel prachtig hellehondenweer is dit. Nou, er wordt wat in het bos straks. Welkom in de Lutte. De Lutte is een klein maar idyllisch kerkdorp verscholen tussen de bossen en beken van Twente. De Plegelmuskerk, dorpshoes de Dreemarken en de lokale spar sieren de dorpskern. En terwijl ik het beeld sta te bekijken, rijdt er een auto voorbij en zwaait er iemand naar me. Het is Jos, die zonder me ooit gezien te hebben weet dat ik het ben. Voor de Luttenaar is het helder, die man met die microfoon, die woont hier niet. Jos, ik zit hier met jou in de Lutte en dat is niet voor niets. Want als je gaat zoeken online en je gaat speuren naar wat is een hellehond in Nederland, dan is ongeveer het eerste wat je tegenkomt, hellehond en de Lutte. Ja, onlosmakelijk verbonden, die twee
En er is vroeger, heel erg vroeger, daar werkelijk een hond geweest, een grote zwarte hond. En die zwierf hier rond. En als je het hebt over vroeger, hoe ver moet ik dan terugkijken voor dit soort verhalen? Ja, dat heb je toch al rond 1800. En je moet je voorstellen, in die tijd, je had geen openbare verlichting. Maar dan kwamen ze die hond tegen, ergens. En de overleving van de verhalen wil ook, als die hond op een boerenerf kwam en daar begon te blaffen, geheid dat de volgende dag in dat boerenfamilie iemand heel erg ziek werd. Of zelfs erger, stierf. Die voorbodes, die verhalen, die gingen maar door. Eén boer heeft zelfs ooit met de hond gevochten op zijn erf. Dus met een stok in de hond even gegrepen. En die boer zat de volgende dag helemaal onder de sferen. Dus dat zegt wel iets van vroeger, hoe die hond en hoe men bang men voor die hond was. En men dat ook vertelde. Men had geen televisie, men, er was geen media. En men kroop dus op de boerderij voor de deel bij een kachel. En daar werden natuurlijk stoere verhalen verteld en een borreltje gedronken. Maar ja goed, ze gingen ook weer met de fiets in het donker door de bossen. Want het was niet veel hier hoor, echt niet. Een paar huizen in het dorp. En dat waren allemaal boerenrijen die omringd waren en in de bossen. Dus ik denk dat men ontzettend bang was vroeger. En dat men iets hoorde en dat meteen een verhaal vertelde. Ja, ik denk dat dat de oorsprong is. Zit er dan meer, is het meer een moralistisch verhaal in die zin? Ga niet 's nachts het bos in of pas op voor... Ja, ook. Natuurlijk. Dat men bang geweest is, daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. Maar je denkt niet dat iemand ooit echt een helle hond gezien zou hebben hier? Ja, wel een zwarte hond. Maar ze spreken ook van vuurspuwende ogen. En dan denk ik, ja, dat kan natuurlijk dat hij in de glimp van die ogen heeft gezien dat die hond agressief is. En dat hij daar heel erg bang is. Ja, er zal wel een verhaal. Er is een hond geweest, dat geloof ik wel. De 19e eeuw, dat is niet zo gek lang geleden. Maar lang genoeg om terug te gaan naar een tijd zonder fotografie of film. Wat wil zeggen dat de hond nooit is vastgelegd op beeld. En toch staat er een stamboot in het dorp. Hoe wist de maker hoe die hond eruit moest zien? We hadden natuurlijk kinderen, en maar ook industriële, dus daar de kinderen van rijke lui die fabriek hadden in Hengelo en Enschede, die hier de villa's bouwden in de buitengebieden. En een van die zonen van Molkeboer, was een textielbaron, die was echt bekeisterd van Toetanchamon. Dat is het graf van Toetanchamon staat in Egypte. En hij reisde toen weer en hij zag Anubis liggen. Anubis is een equivalent van deze hel, maar dan liggend. En hij kwam terug van die reis en hij vroeg Pieter de Mogie, een kunstenaar uit Amsterdam, om die hond na te maken van brons. Nou, en dat heeft hij toen in Amsterdam op de Reguliere Breestraat, heeft hij die hond gemaakt in 1951. Oké. Er is een stukje beeldende vrijheid genomen door een kruising van Anubis en een Twentse tekkel te maken, als ik het wat ongenuanceerd uitdruk. Maar die hellehond uit de verhalen, is daar niks over bekend? Nou ja, hellehonden die bestaan natuurlijk al veel eerder. Dat is gekomen met het christendom. Hè. Je ziet ze ook nog wel in Zuid-Frankrijk op de kerken, op de pilaren, zo half overhangend. Dat zijn de echte hellehonden. Dus ja, of het daar een evenknie van is, dat weet ik niet. Maar in de Egyptenaren bij het graf van Toetanchamon hebben gekozen van die hele spitse oren, een strakke snuit, rank lichaam en echt vervaarlijk uitziend. Ja, dus daar is er van een hellehond. Het komt erop neer dat er van de hellehond meerdere verhalen de ronde doen en dat hij er altijd net wat anders uitziet. Feit is wel dat de Lutte er razend trots op is. En dat uit zich niet alleen in een stambeeld. Er rijden auto's rond met hellehondstickers op de bumper. Er worden miniatuur hellehondjes verkocht. Zelfs op de vlag van de Lutte prijkt tegenwoordig een hellehond. De Sagenlandroute loopt door het dorp. Tennisclub de Kardoezen zijn gevestigd. En ieder jaar in juni worden de hellehondsdagen gevierd. Kortom, de merchandising, zeg maar, even een modern woord, ging er ook omheen draaien. Maar bovenal zijn het de Luttenaren die het echt dragen. Maar terwijl we het hebben over al die voorspoed die de hellehond het dorp gebracht heeft, moet ik aan iets denken. Want toen ik het dorp kwam binnenrijden en stopte bij het beeld, viel me iets op. Het beeld staat praktisch voor de deur van de kerk. Hoe kan dat nou? Hoe kan het dat de hond, het symbool van het kwaad, recht voor de kerk staat? Is dat toeval of niet? Nou, je haalt iets aan. Er zijn parochianen geweest die dus theologie hebben gestudeerd. En die hadden het over de kruis- of leilijnen. En dat zijn startpunten midden in het altaar voor in de kerk. En die lijnen trek je dan door naar het oosten en dan kom je precies in het middelpunt van de hond kom je uit. Van leilijnen, voor wie zich daarmee bezighoudt,
wordt gezegd dat het energiebanen zijn. Ze lopen over heel de wereld. Het zijn over het algemeen lijnen die je kunt trekken tussen archeologische vindplaatsen als Stonehenge en de piramides, of bijvoorbeeld tussen oude kerken. Wanneer leilijnen elkaar kruisen, spreekt men van krachtcentra. Een aantal pseudowetenschappelijke theorieën verklaren dat de mens bewust of onbewust bouwt op leilijnen, of bij voorkeur op knooppunten van leilijnen. Maar er waren parochianen die zeiden van, pastoor, pastoor, wat maakt u een fout? Voor den duivels en hond heb je de klokken geluid. Het is onbestaanbaar, meneer pastoor. Het is weer veel te laat om in een bos rond te lopen. En waar het eerder nog zomer was, of nazomer, is het nu inmiddels guur en koud en nat. En dat maakt het er allemaal niet beter op. Want ik ben andermaal op zoek naar een onheilspellend dier. Was het eerder de witte juffer of een reuzenhert? Of de geesten van de monniken in Sol? Ben ik nu op zoek naar de hellehond? Of in ieder geval naar het gevoel van de hellehond. En inmiddels weet ik ook dat ik daar niet lang naar hoef te zoeken. In een donker bos lopen is eigenlijk al genoeg. Maar goed, ik heb een zakje hondenbrokjes meegenomen. En gaan kijken of we hem vinden. Het goede nieuws is wel, of een soort van goede nieuws, dat mocht ik hem vinden, dat niet betekent dat er met mij persoonlijk iets gebeurt, maar in mijn omgeving. Wat niet leuk is voor de mensen in mijn omgeving. Maar ik blijf zelf in ieder geval ongedeerd. Nou, dat stemt me nog enigszins gerust. Het is fijn om te horen dat een van Nederlands mythische figuren een plek heeft gekregen en dat mede hierdoor de verhalen van de hellehond worden doorverteld. De Lutte zal er momenteel alles aan doen om dit in stand te houden. En terwijl ik bezig ben meer te leren over de hellehond, word ik gebeld door mijn goede vriend Tom. Hij vertelt me dat hij van mijn zoektocht hoorde en moest denken aan iets wat hem ooit was overkomen. Aanvankelijk had hij dit nooit aan de hellehond verbonden. Tot nu. Ik heb hem opgezocht. We drinken chocolademelk, eten studentenhaver. En Tom steekt van wal. Mijn vriendin destijds, haar oma, die woonde in Nijverdal. En je hebt in de omgeving heb je hele mooie bossen. Dus daar gingen we wel eens wandelen. Dan gingen we naar haar oma toe. En dan gingen we daar lopen. Ja, het is gewoon net iets heuvelachtiger dan wat je gewend bent of zo in Nederland. Dus hele mooie gebieden met ook best wel veel wild. En op een gegeven moment waren wij een wandeling aan het doen met z'n tweetjes. En dat was, we waren met de auto naar een parkeerplaats gereden. Toen hebben we denk ik een uur, anderhalf uur gelopen. Het was een beetje in de schemer. Het was avond, augustus, eind augustus. Maar het was nog wel lang licht. En we waren 's avonds na het eten gaan lopen. En op een gegeven moment begon het een beetje donker te worden. Dus toen dachten we, nou dan gaan we terug naar de parkeerplaats. En toen waren we, ik denk nog een kwartier of zo van de parkeerplaats af. Toen er een hond uit de bosjes kwam. We hoorden wat geritsel, dus ik dacht eerst nog dat het een zwijntje was of zo. Want we hadden ook al een hert gezien ergens in de verte. Dus ik dacht eerst dat er gewoon een dier, zeg maar een wild dier uit de bosjes kwam. Maar het was een hond. En die hond die kwam, ik dacht eerst van die zal wel wegrennen achter zijn baasje aan ergens. Maar die keerde zich naar ons toe. En ik zag nergens een baasje. We hebben overal om ons heen gekeken, maar er liep niemand. Dus we dachten, hè, van wie is deze hond? Hij was, zeg maar, kniehoogte, kortharig en hij had een beetje zwarte, hij was een beetje bruin met soort van donkere vlekken, zwarte vlekken. En hij had een spitse snuit, echt wel gewoon een beetje een klassieke hond. Zoals als je vraagt aan een klein kind om een hond te tekenen, dan ziet hij er ongeveer zo uit, denk ik. Ze probeerde die hond te aaien, maar dat wilde hij niet. Dus hij bleef wel een beetje op afstand, maar wel duidelijk bij ons. En toen dachten we van, nou ja, weet je, we gaan wel gewoon, die zal waarschijnlijk wel hier ergens op een boerderij in de buurt wonen en gewoon op zijn eigen houtje gaan struinen. Maar wij lopen gewoon door en dan gaat hij wel weg.
Dus wij liepen door en hij bleef ons maar volgen. En liep echt aan de zijkant van ons mee. Soms liep hij een paar meter voor ons uit. En dan bleef hij even wachten tot we er weer waren. Uiteindelijk was het bijna donker en toen kwamen we aan bij de parkeerplaats. En die hond die volgde ons nog steeds. Zij zei van nee, we rijden gewoon weg en die hond die vindt zijn weg wel. Die gaat wel naar een erf hier in de buurt of zo. Wij stappen de auto in. En die hond die loopt voor ons langs, zeg maar. En die gaat precies op de uitrit zitten van die parkeerplaats. Ik dacht, als ik erheen rijd, dan loopt hij wel weg. Maar hij bleef echt stokstijf zitten en ons gewoon aankijken vanaf de straat. Ik toeteren, kwam geen beweging in. Ik de deur opengooien, naar hem toe lopen, een beetje proberen zo te shushen. En hij ging ook niet weg, hij bleef zitten. Ik de auto weer in. En op het moment dat ik de auto weer instap, komt er een auto uit een bospad recht tegenover ons. En een auto komt echt met een rotgang gewoon over die provinciale weg die daar rijdt. En die rijden gewoon vol op elkaar in. En wij stonden, ik stond nog naast de auto een beetje aan de grond genageld. En die hond die kijkt natuurlijk op. Het gebeurde echt achter die hond. En hij loopt weg, loopt de bosjes in. En wij staan daar te kijken naar wat er net is gebeurd. Als die hond weg was gegaan daar, dan was ik gewoon zo de weg opgereden. En dan had die auto ons gewoon geschept. En het was pikken donker en het was echt in zo'n bocht. Dus dan had je echt niet goed kunnen zien. Dus die kans was gewoon echt gigantisch dat wij daar dan hadden gestaan. Dus in zekere zin heeft die hond ons leven gered. Zo hebben we er later wel veel op teruggekeken. Het zou dus zomaar kunnen dat Tom een ontmoeting met onze hellehond had. Maar wat me ook fascineert, is dat Tom hiervoor nog nooit van de hellehond gehoord had. Nee, ik had nog nooit van de hellehond gehoord. Het was meer dat ik dus via een vriend die jij ook kent, van jouw zoektocht hoorde. En dat ik dacht, hey, dat is wel iets wat... Het is in ieder geval een hond en er gebeurde iets hels. Het is me duidelijk. Dit is niet mijn eerste zoektocht. Ik weet wat me te wachten staat. Ik weet ook dat met een beetje welwillendheid die hond te vinden is. Ik moet alleen nog weten, waar moet ik het zoeken? Ik ben nu in het epicentrum van de hellehond Nederland en ik wil hem vinden. Wat moet ik daarvoor doen en hoe kom je daar terecht? Nou ja, als je hem wilt zien, dan zou je dus in het donker moeten zijn. Zoals in deze tijd, in het herfst, is een prachtig mooie tijd voor. Nou ja, jij ontmoet de hellehonden als jij denkt dat je dit moet gaan doen. Waarschijnlijk, misschien. Geen idee. Ik ben er in ieder geval niet bang voor. Laten we dat wel vooropstellen. Ja, je gaat zonder moeite 's nachts hier het bos in. Ja hoor, ja. Ja? Ja, ja, ja. Zonder twijfel. Echt waar, want weet je, ik ben voor deze serie nu al een paar keer ben ik 's nachts op zoek gegaan naar bijvoorbeeld de witte juffers, een soort witte wief op de Veluwe, of naar het reuzenhert. En ik moet zeggen dat elke keer dat bos waar ik dan 's middags rondliep, met veel plezier, dat ik daar 's nachts met het lood in mijn schoenen doorheen wandelde. Ik had daar absoluut geen zin in. Dus ik vind het fascinerend dat je zegt, ik heb er geen moeite mee. Ik loop daar 's nachts gewoon doorheen. Ik heb dus mijn grote hoed op, en die ik altijd draag, en zo'n lange jas aan. Ik denk, als iemand mij tegenkomt, ja, die wordt angstig, dat geloof ik. Maar dan van mij, maar niet van andere dingen, dat geloof ik niet. Ah, dat is een goede tactiek. Je moet zelf de engert zijn. Precies, precies. Ah, die moet ik meenemen. Je moet zorgen dat je ziet. Dus neem nooit geen licht mee in het bos als het donker is. Als je in het donker bent, dan kunnen je ogen er zo aan wennen dat je dus gewoon ook in het donker kunt kijken. En je hoeft absoluut niet in de bossen bang te zijn, hoor. Subiet niet. Nee. Ja, ik geloof je van harte, maar ik ga het toch doen, denk ik. Het is bewolkt, regent zachtjes, het ruikt fris en het wordt langzaam aardedonker. Her en daar is een lichtje van een boerderij te zien. En hier op de Tanke Berg is hopelijk een glimp van de hellehond te vinden vanavond. En we zijn net het kapelletje gepasseerd, het Maria kapelletje. En we lopen nu richting de top van de Tanke Berg. Kom maar jongen,
net van Jos geleerd dat je zelf de engert moet zijn. En dat je ook niet bang hoeft te zijn in een donker bos. Omdat je weet wat er is. En ik ben zelf opgegroeid in deze regio. Dus ik weet inderdaad heel goed wat hier is. En toch voel ik me niet helemaal op mijn gemak. Maar dat kent u inmiddels van mij. Waar ik nu dus wel heel benieuwd naar ben, naar deze omzwervingen in het bos, is hoe kan het nou dat ik me zo onprettig voel in een bos 's nachts? Hoe kan het nou dat het bos waar ik overdag met heel veel plezier naartoe ga, dat datzelfde bos mij 's nachts ineens een stuip op het lijf jaagt? Om antwoord te krijgen op de vraag waar die angst voor het donker vandaan komt, bel ik met onderzoeker Linda de Voogd van het Donders Instituut voor Brain, Cognition and Behavior aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij doet momenteel onderzoek naar angsten. Waar komen ze vandaan en hoe werkt het? Hoe is het met jouw angst in het donker? Ja, nou ja, het is inmiddels minder geworden. Ik durf met het licht uit naar bed te gaan nu. Maar dat, toen ik jonger was, was dat lastig. Ten eerste is het zo dat wij... Ons angstsysteem is ook iets wat we hebben overgenomen van ratten en muizen. Dus diezelfde systemen hebben wij ook nog. En die zijn wel op een of andere manier ontwikkeld dat er waarschijnlijk een evolutionair voordeel was om bang te zijn in het donker. En dat is ook de tweede oorzaak, is dat we heel veel dingen aanleren. En we kunnen angst heel makkelijk leren door dingen die we zelf meemaken. Maar we kunnen angst ook heel erg makkelijk aanleren door dingen die andere mensen meemaken. En als wij dat zien, dan nemen we die angst over. Ook een van de dingen die wel heel erg belangrijk is bij angst is het onzekere. Ja. Dat je niet kan voorspellen wat er gebeurt. Ja, en dat zie je natuurlijk ook in goede horrors en thrillers waar je echt bang voor wordt. Dat zijn de films waarin je het monster niet tegenkomt. Is dat niet gewoon precies de reden dat het bos eng is omdat je een visuele handicap hebt? Ja, precies. Dat is inderdaad het derde punt waar ik ook zelf aan zou denken. Is dat we hebben eigenlijk natuurlijk één zintuig minder in het bos. Ja. Zicht is heel erg belangrijk voor ons. Ja. Dus ik denk wel dat het is ook heel gezond om gewoon een angst te hebben. Want als we die angst niet hebben, hè, val je ten prooi aan allerlei gevaren. Dus in die zin zou iedere angst een overlevingstactiek kunnen zijn? Ja, dat denk ik wel, ja. Dus eigenlijk is gewoon wat mijn lichaam zegt, is gewoon doe even normaal, ga niet het bos in. Ja, want dat is gevaarlijk. Ja, dan hou ik er nu mee op. Wanneer je door het donker bos loopt, voel je waar de verhalen over helle honden en andere sprookjesachtige figuren vandaan komen. Op dat moment ben je welwillend om te gaan geloven. De verhalen bestaan bij de gratie van de angst die je voelt wanneer je door het bos loopt. Net zoals je bij een goede horror ook gelooft in het monster, zelfs als je deze niet te zien krijgt. De verhalen en de angst zijn met elkaar verweven. Op dit moment zit ik boven op de Tankberg en daar staat een koepeltje. Maar dat is een koepeltje voor de godin Tamfana. Maar dat is weer een heel ander verhaal voor een andere keer. En vanaf hier heb je overdag in ieder geval een prachtig uitzicht. Je kunt hier heel ver kijken. En als ik nu zo het dal in kijk, dan geloof ik best dat hier verhalen zijn bedacht over helle honden. Maar ik zou er vrede mee hebben als hij daar nu rondstruint. Eigenlijk kan ik het iedereen wel een keer aanraden. Als de schemer valt, ga dan het bos in en zoek een mooie plek en ga daar zitten tot het pikken donker is. Mijn angst voor de helle hond of voor het donker is nu wel geweken. Maar het blijft een mooi verhaal. Je luisterde naar Verborgen Verhalen, een podcast van de ANWB. En mijn naam is Pascal van Hulst. Wil je de plekken die ik in deze aflevering heb bezocht met eigen ogen bekijken? Dat kan. Kijk op anwb.nl/podcast voor meer informatie. En ken je zelf een verborgen verhaal dat nodig moet worden uitgezocht?
Laat het ons weten. Zorg dat je geen aflevering mist en abonneer je op Verborgen Verhalen in je favoriete podcast-app.